Wij gaan niet aan koppensnellerij doen, maar we gaan wel evalueren en kijken hoe de zaken in elkaar zitten. Woorden van de nieuwbakken minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer. Direct na haar beëdiging door president Desi Bouterse vanmiddag vond de overdracht plaats van het ministerie. De minister bedankte haar voorganger Steven Reliefeld voor zijn inzet en gaf aan nog vaak een beroep op hem te zullen doen. Samsudin zegt een goede samenwerking te verwachten van het personeel. Ze gaf aan dat iedereen een eigen werkwijze heeft, maar dat de minister wel een doel voor ogen heeft welke nagestreefd moet worden. En op dit ministerie is het bekend dat iedereen populair wil zijn. En ik ga u zeggen, de dingen zoals ze zijn, vanaf het bekend is in de pers dat ik minister zou worden van het ministerie van regionale ruimtelijke ordening, grond- en bosbeheer, is die telefoon al rood gloeiend. Ik zeg het u, en vanmorgen nog, terwijl men je feliciteert, heeft men een boodschap voor je. En niemand moet me kwalijk nemen, want het is zo. En ik zeg niet dat ik almachtig ben, dat ik die dingen alles ga kunnen overzien. Maar ik kan u wel zeggen dat we met de nodige tact te werk zullen gaan. En ik heb daarbij alle actoren, directeur, we gaan een Siamese tweeling vormen om deze battle aan te gaan. De bewindsvrouwen drukten het personeel op het hart geen geld van mensen aan te nemen om zaken voor ze te regelen. Jullie ontvangen een salaris van de overheid voor het werk dat jullie doen, gaf ze aan. U bent niet bevoegd van geen enkel burger iets te accepteren. U wordt betaald om die job te doen. Laat dat duidelijk zijn. Wij gaan hier geen regels opzommen wat we allemaal gaan doen en wat we niet gaan doen. Maar ik vraag u alleen om heel correct en uw werk naar eer en geweten te doen. Elk van u, van de tuinman, van de wachter tot directeur, onderdirecteur, noem maar op. Het ministerie heeft verschillende afdelingen. Daar wordt over SBB, GLIS, Senatie, noem maar op. Domeinen. Wat het lijkt wanneer je praat over domeinen, dan gaat er zo flikkerlicht, gaat begint aan te gaan. Maar gelooft u me, mensen. Surinamers en dit ministerie is in een verkeerd licht geplaatst. Omdat men het moet hebben van die correctieve praktijken op het ministerie. En elke minister heeft geprobeerd het zoveel als mogelijk uit de weg te bannen, uit die samenleving te bannen. Maar het lukt maar niet. Minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer. Ze werd vanmiddag door president Desi Bouterse beëdigd.